daar gaan we weer met les 8 dit keer. En in de belangstelling bij les 8 staat de pion. Maar heeft iemand nog vragen over een van de vorige lessen? Ben je soms naar de kapper geweest? Ben je naar de kapper geweest? Nee, ik heb een F-16 aangedouwd. Jijke. Goed, ik merk dus geen vragen over de voorgaande lessen. Alles is kennelijk begrepen. Het gaat over de pion. Het pionnetje. Eén pionnetje gaat het opnemen in deze stelling tegen een dame, een paard en een loper. Dat hou je toch niet voor mogelijk. Maar het gaat gebeuren. Ik zet die pion op G6. En geef mij de zet voor wit. Die redding brengt in deze ogenschijnlijk totaal verloren positie. Hoe kun je het nou opnemen tegen een dame, een loper en een paard? G6 en G7. Heel goed, Paul. G6, G7. Want, wat dreigt wit om te beginnen? Hij dreigt om te beginnen G7 maal H8 en zelf een dame te halen. Ja. En dan zou je gewonnen staan. Ja. Dus dat kan niet. Haal je bijvoorbeeld de loper weg, dan slijp H8. Haal je het paard weg, dan sta je in eerste instantie weliswaar schaak. Maar je kunt dat schaak opheffen door die dame te slaan en zelf gelijktijdig, want je bent met die pion aan de achterkant, op de achterste rij, een dame te halen. Dus dat kan niet. Met andere woorden, de enige manier om die pion onschadelijk te maken voor zwart is... Je kunt alleen maar die pion slaan. Inderdaad, dat is de enige manier om het slaan zelf te voorkomen van wit. Dame maal G7, vervolgens slaan we met de koning. Koning maal G7. En we kennen nog die gecombineerde aanval van vorige week van die koning op loper en paard. Dit is weer zo'n situatie. De loper staat aangevallen, gaat hij weg, dan valt het paard. En als het paard weggaat, dan wordt de loper geslagen. Wat kan de pion nog meer? Daar zetten we de volgende stand voor op. Beginnen jullie maar alvast met de stelling ook op te zetten, als je wil. Staat hier allemaal keurig netjes, zeer mooi voor het oog, in het centrum. Dat zien we wel. En ik zet daarbij een witte koning op E7 en een zwarte koning op E2. Om het helemaal mooi symmetrisch te houden. Nou, dat ziet er allemaal fraai uit. Wat kunnen we doen? De zwart speelt natuurlijk naar beneden. Wit speelt naar boven. Ja, dus wat zou je kunnen doen met wit? Emiel, doe eens een poging. Wat zou je met wit hier doen? De koning kan eventueel de pion slaan die op E6 staat. Heel goed. Waarom zou je het ook niet doen, hè? Want er is eigenlijk geen betere set. En waarom zou je niet iets slaan? Koning maal E6. Maar ja, waarom zou zwart op zijn beurt... Dat ook niet doen. Inderdaad, ook niet slaan. Dan krijgen we dus deze stand. Koning maal E3. Het is al ietsje opgelucht, de situatie. Maar nu. Wat doen we met wit? De koning nog eentje verder noemde. Wil je een pion slaan of wil je naar beneden? De koning. Ja, waar naartoe? Naar E5. En hoe is het mogelijk? Dat is namelijk de oplossing van het probleem. Heel goed, heel goed. Voor de hand ligt om een van die pionnen te slaan. Dat ligt voor de hand. Maar zou je namelijk bijvoorbeeld de pion slaan op F5, dan slaat zwart de pion op D4. En beide partijen lopen vervolgens door naar dame. En de stelling zou remise worden. En zou je met de koning slaan op D5? Goed, niks aan het handje voor zwart. Dan slaat hij namelijk op F4. En weer lopen beide partijen door naar dame. Maar precies nou die ene zet
koning E5, wat op zich een heel opmerkelijke zet is, die stelt het slaan even uit. En wat is daar nou zo goed aan? Wel, die koning op E5 dekt op dit moment beide pionnen. Dus hij kan, zwart kan nu niet slaan. En zwart zal een keus moeten maken of hij naar de D-lijn gaat en aan de D-pion wil blijven kleven, of dat hij naar de F-lijn gaat en aan de F-pion blijft kleven. Maar hoe beantwoorden we dan bijvoorbeeld de koning naar de D-lijn? Welke pion slaan we dan? Wit is aan zet nu. De pion op D5. Okay. Nu slaan we natuurlijk inderdaad de pion op D5. Want die staat gedekt. En we hebben een pion meer. En hetzelfde geldt natuurlijk voor wanneer de koning in dat geval naar F3 zou gaan. Dan zouden we dus de pion op F5 slaan en je wint. Dus het is een hele bijzondere set. Die zet koning E6, E5 om de materiaalwinst op dit moment even uit te stellen. Dus een hele typische zet voor dit soort eindspelen. Ja, we gaan weer een nieuw voorbeeld pakken van een pionnen-eindspel. Zetten jullie even mee op. Een pionnen-eindspel. Witte koning op G3, zwarte koning op G1. Die koningen doen niet ter zake. Het gaat om de pionnenstructuur. Er staan drie pionnen tegenover elkaar, van wit en van zwart. En je kunt hier een doorbraak forceren. Hoe kun je dat nu doen? Kijken of jullie het vervolg zien. G5, G6. Ik speel G5, G6. Wat is het antwoord? Doe maar een antwoord. H7 naar G6. Je wil slaan. H7 maal G6. Oké, dat klopt. Zou ik terugslaan met de F-pion, F5 maal G6 bijvoorbeeld? Dan slaat zwart ook weer F7 maal G6. En we zijn niks opgeschoten. Dus G5, G6, H7 maal G6. Je slaat H7 maal G6 en nu speel ik F5, F6. Weer een pionoffer. Wat moet je doen? De hoofddreiging is natuurlijk F6 maal G7. Dat is de hoofddreiging. En ik haal dame. Dus wat kun je tegen die dreiging doen? Pion van G7 slaat de witte pion van F6. Oké, dat is de enige manier om dat tegen te gaan. Maar er is geen andere manier. G7 maal F6. Maar nu heb ik twee pionnen geofferd. Twee pionnen geofferd. Eerst die G-pion en toen die F-pion. Daarmee heb ik alle pionnen weggehaald van de H-lijn. En ik kan dus vervolgens met H5, H6 doorlopen naar H8 en een dame halen en winnen. Dat is de doorbraakmethode. Natuurlijk had zwart ook op dit moment, bij die beginzet, in deze positie, na G5, G6. Hij hoefde niet met de H-pion te slaan. Hij had natuurlijk ook met de F-pion kunnen slaan. Hoe gaat het dan verder? Dan krijg je als het ware het gespiegelde van wat we daarnet hadden. Dus wat doe je dan nu? H5 naar H6. Oké. H5 naar H6. Klopt, dus een bus. Want nu hebben we hetzelfde dan aan de andere kant. De enige manier om H6 maal G7 en dame tegen te gaan is G7 maal H6 en vervolgens is de weg vrij voor de F-pion om dame te halen en je zal winnen. Dus dat is een manier om wanneer de pionnen die structuur hebben en tegenover elkaar staan, om een vrij pion te creëren en dus te winnen. Wanneer jullie ook deze stelling zouden willen mee opzetten op het eigen bord, dan krijgen we dit eindspel. Wit staat op dit moment dat hij aan zet is. Natuurlijk een toren achter, dat zien we ook wel. Maar hij heeft een zet waarmee hij dat enorme materiële nadeel snel kan inlopen. Namelijk
met de Z. Quincy, zie je hem? Pion B6, ja. Maar B7. B7. Waarom? De koning die kan niet slaan, want... Ja, dus, de koning staat schaak. Ja. En je valt die toren aan. Goed, nu speel ik koning C8, B8 met zwart. En nu? Nu moet je niet te snel willen toeslaan. Want zou je met B7 maal A8 die toren slaan, dan slaat natuurlijk zwart terug met de koning. En je hebt een pionnen-eindspel met te veel pionnen achter. Wit, zwart heeft dan 3 pionnen, wit maar 1. En je zal dat van lieverlee gaan verliezen. Maar, is er nog een andere zet, paal? Ja? Het is D5, hè? D4? Ja, D4 naar D5. Naar D5. Inderdaad. Waarom is dat nou een goede zet? Je legt die twee pionnen vast. Ja. Die pionnen staan ook vast. De toren kan niet zetten. Ja. Dus je dwingt zwart om met het enige stuk te zetten wat kan bewegen. En dat is de koning. En waar moet die koning naartoe, daarnet? C7. Inderdaad. Koning B8 C7. En nu? Weer opletten, want de verleidingen zijn de wereld nog niet uit. Wat zou je nu doen in dit geval? Emiel, heb je een idee? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Nee. Moment hoor, ik kom zo terug, want ik ben al die stukken kwijt. Wat staat erop? Ja, ik heb hem al. Ja, maar dan pak de toren meteen. Die dame. Dan ben je dus je pion kwijt en meteen ook je sterkste. Juist. Het ligt natuurlijk voor de hand, gewoon om, neem ik aan, iets met die pion te doen. Dus mijn vraag is... Als je met die pion naar boven gaat, dan pakt die toren, pakt die pion. Of die nou promoveert of niet. Dat is waar. Die pion promoveert per definitie als die op de achterste rij staat. Mm-hmm. Maar je hebt hier twee manieren om te promoveren. Je kunt natuurlijk met B7, B8 promoveren. Maar je kunt ook promoveren... Door de toren te slaan, inderdaad. Oké, je slaat de toren. Maar tot wat promoveer je? Tot dame. Tot dame, natuurlijk, want dat is het sterkste stuk. Dat hebben we natuurlijk goed onthouden. Mm-hmm. Edoch. Nu zijn wij tot dame gepromoveerd. En wat blijkt nou? Ja, daar gaat hij weer. We kunnen promoveren tot paard. Want dan hadden wij de koningsschaak kunnen zetten. Ja, want kijk, nu met die dame op het bord... Ja. Heb je de koning... Die kan niet meer naar de achterste rij. De koning is ook afgehouden van de velden C6 en B7. En hij kan ook niet naar B6. En voor de rest staan alle pionnen vast. Dus je hebt door B7 maal A8 dame zwart pad gezet. Oké, proberen we een andere promotie. Want tenslotte, je bent niet gedwongen tot dame halen. Dan proberen we een toren. Is dat het goede stuk? Ja, want waar moet die zwarte koning dan nu naartoe? Nergens. Nee, dus zit je weer met dat padprobleem. Je zit weer met het padprobleem, Nathalie. Daar was jij toch die expert in? Mm-hmm. Oké, dus dan proberen we geen toren, maar dan halen we een paard. Ja. Wat Emiel al zei. Oké, een paard. Schaak. Deze heeft maar schaak. Oké, nu kun je met de koning wel weg. Nu ga ik de hoek in. Koning C7, B8. Ik val het paard aan in de hoek. Wel, nu staat er dus een paard op A8. De koning staat op B8. Het paard staat in. Het paard kan niet naar C7, want dan sla je het eraf.
Het paard kan ook niet gedekt worden door de koning. Dus je zal het paard dan moeten geven met paard B6. Dat houdt in dat zwart slaat het paard. Nou hebben we al 3 promoties gehad. Nou wil ik voorstellen om de 4e promotie eens te bekijken. Namelijk B7 maal A8 loper. Dat is de laatste. Zwart is weer aan zet. De padstelling zit er niet in. We spelen nu wederom natuurlijk, net zoals bij het paard, koning C7, B8. Maar wat is nou het verschil met een paard en een loper? Wat kan wit hier spelen? Quincy, zonder dat hij zijn stuk verliest. Hij gaat naar C6. Dat zou kunnen. Naar C6, maar dan slaat de pion de loper. Dus ja. Naar welk veld kun je die loper terugtrekken en hem tevens dekken? Ja. Inderdaad. B7. Naar B7. Ja. Want nu staat die loper gedekt. Ja. Alle pionnen staan vast. Je hebt maar 1 zet met zwart. Dat is koning C7. Ja. Vervolgens slaan we koning A6 maal A7. En we zullen van lieverlee al die zwarte pionnen gaan pakken. Want je kunt daar niks meer tegen doen. Koning D8 volgt en dan komt koning B8. En je slaat, de zwarte koning wordt weggedreven, je slaat alle pionnen. De D-pion zal promoveren en je wint met wit. Met andere woorden, let goed op bij het promoveren. In het algemeen haal je natuurlijk altijd een dame. Maar soms is het beter om een toren te halen. En soms is het beter om zelfs een nog zwakker stuk te halen. Om weer andere mogelijkheden eruit te halen. Goed, dat was dan de pion. We hebben nu alle stukken gehad. Neem het nog een keer door van de week. Al die stukken. Oefen, dat is altijd het belangrijkste. Oefening baart kunst. En volgende week dan zullen we gaan beginnen met openingsvalletjes. Studiepakket met onder andere het cursusboek en een schaakcomputer kunt u bestellen door €99,50 over te maken op Giro 123400 ten name van de AVRO in Hilversum onder vermelding van schaken. En het pakket is ook verkrijgbaar in de boekhandel.